Goedenavond, beste kijkers, en welkom bij aflevering 1 van het nieuwe tv-programma dat heet... Sorry. De aflevering van vandaag heet Sorry, omdat ik heb echt geen tijd om een aflevering te maken. Omdat ik heb... Dus morgen verjaart mijn lief en ik ben een verjaardagscadeau aan het maken. Maar ik ben er eigenlijk te laat mee begonnen. Ik ben 2 weken geleden begonnen met een sjaal. Met breien van een sjaal als verjaardagscadeau. En morgen is dus de verjaardag. En ik moet die nog helemaal aan elkaar naaien. En dat duurt eigenlijk super lang, want dan moet het allemaal nauwkeurig gebeuren. En vandaag had ik ook een drukke dag. Dus kort samengevat, ik heb eigenlijk geen tijd. Sorry. Maar ja, natuurlijk ga ik wel een aflevering doorsturen, want ik zou mijn trouwe kijkers nooit in de steek laten. Dus dan neem ik vandaag sorry als thema en ik ga mij even proberen bedenken wat dan nog dingen zijn waar ik spijt van heb. Waar ik sorry voor moet zeggen of waar ik gewoon spijt van heb, in het algemeen. Iets waar ik al direct aan kan denken is toen ik weet niet, een jaar of 10 was of zo, mocht ik s'avonds zo een keer naar frituur zelf van mijn mama. Ik had zo wat geld meegekregen en ik mocht zo helemaal alleen naar daar gaan om frieten te gaan halen voor mijn mama en voor mij. En ik liep op straat, ja, het was maar 1 straat ver. Ik liep op straat achter een jong koppel. Een man en een vrouw. En die vrouw had een jeansbroek aan. En die ging zo in haar achterzak met haar hand om er iets in te steken of er iets uit te halen, ik weet het niet meer. En er vloog een briefje van 10 euro uit. En ik heb dat gezien. En dat vloog zo op straat. Ik heb dat gezien en ik wou daar eigenlijk iets van zeggen, maar ik wist niet zo goed hoe ik dat moest zeggen. Dus ik was eigenlijk een beetje, ja, is dat dan sociale angst als kind? Ik weet het niet, maar ik vond de moed niet om te zeggen, hey, stop, er is geld uit je achterzak gewaaid. Dus ik heb gewoon niets gezegd. Ik heb gewoon gedaan alsof ik dat niet gezien heb. Er was verder ook niemand op straat. Ik dat die mensen ook naar de frituur op weg waren, want vlak voor de frituur gaat ze zo weer mijn hand in haar achterzak. En schrik ze zo van, want ja, natuurlijk, 18 euro is weg. En ze draaien zich zo om en ze beginnen te zoeken en ze passeren mij. En ik doe zo alsof ik niets gezien heb. Allee, of ik kijk naar de grond of zo en al. Dus ik weet ook niet, het was redelijk aan het waaien, ik weet ook niet of die een briefje nog gaan gezien hebben. Maar... als je ooit in Sint-Niklaas rond het jaar 2005 een briefje van 10 euro bent kwijtgeraakt op weg naar het frituur. Ik heb dat gezien en ik heb niets gezegd. Sorry. Iets anders waarvoor ik nog sorry moet zeggen is dat ik eens een meisje gepest heb, ook als kind. Ik weet ook niet goed waarom. Dat was eigenlijk een super lief meisje. Maar die was misschien een beetje raar of zo.
En dan werd er zo wat beslist door iedereen samen zeker, dat die dan gepest moest worden. En dan heb ik eens gezegd dat ze stom was. En ook eens gedaan alsof ik mijn rietje zo in haar oog ging prikken of zo. Allee, zo haar bang gemaakt. En dat was eigenlijk echt niet lief. Ik denk daar nog veel aan. Ik weet niet meer hoe wanneer dat was. Ik denk dat dat wel nog was voor het incident met de 10 euro en de frieten. Dus ik denk misschien rond 2003 of 2004. Aan dat meisje dat ik toen gepest heb, ze heette Liesel. Wil ik sorry zeggen tegen de lijzen? Sorry, de lijzen dat ik een keer een pak parmezaan heb gestolen in de selfscan, maar eigenlijk heb ik daar niet per se zoveel spijt van. Dat was de juiste beslissing voor mij in dat moment. Ik heb eigenlijk van niet veel dingen spijt. Dat is eigenlijk wel goed. Want ik heb... Er komt niet direct... Allee, er gaan zeker veel dingen zijn waar ik spijt van heb. Maar niet direct. Dingen die naar boven komen. Zijn er dingen waar jullie spijt van hebben? En waarvoor jullie wel eens sorry willen zeggen? Ik zou zeggen, doe het. Als je ze wilt delen met mij, omdat het een goed verhaal is, of omdat je het moeilijk vindt om tegen de juiste persoon sorry te zeggen, of omdat er misschien niemand is om sorry tegen te zeggen. Misschien is het iets waarvan je spijt hebt zonder dat er iemand een sorry moet krijgen. Je mocht mij ook altijd je verhaal sturen. Dit is mijn nummer. Oké. Volgende week hopelijk een aflevering waar er iets meer tijd voor gemaakt is. Maar dit gaat het weer zijn voor deze week. Super korte update voor wie vorige week gekeken heeft. Naar de aflevering waarbij ik vrienden probeer te worden met Benny het schaap. Ongeveer een half uur na het opnemen van deze aflevering, waarin ik vrienden probeer te worden dus met Benny. Ongeveer een half uur daarna zat ik aan tafel de video te monteren en zag ik uit mijn raam hoe dat Benny werd opgehaald door een kamionet. Ze hebben die zo in de koffer van een kamionet gestoken en afgevoerd. Om geslacht te worden. Dus Benny is niet meer. Ik ben wel blij dat ik nog een poging heb ondernomen om vriendschap te sluiten. Voilà, dat was de update. Sorry, bedankt. En tot volgende week. Dag.